Dag groep 4. Ik ga vandaag bij rekenen met jullie kijken naar blok 3, week 4, les 1. Ik ga mijn scherm even met jullie delen en dan gaan wij rustig met elkaar beginnen. Pak als je het fijn vindt vast je wisbordje en je stift erbij. Die mag je altijd even gebruiken. Nou, wat gaan wij leren vandaag? Wij gaan vandaag leren hoe je terugtelt op de getallenlijn met sprongen van 10. Wij hebben dit laatst al gedaan met sprongen vooruit, sprongen verder, sprongen erbij. Maar nu gaan we terugtellen. Dus gaan we sprongen eraf maken. Kijk met mij mee bij opdracht 2. Hoeveel euro houd ik over? Nou, ik ga naar de winkel toe en ik heb 92 euro in mijn portemonnee zitten. Nu zeggen ze in de winkel, nou meester Pim, als ik ga betalen, dus ik wil gaan betalen, en ze zeggen, meester Pim, de boodschappen kosten 10 euro. Dus er gaat 10 euro uit mijn portemonnee. Dan hou ik 82 euro over. Toen dacht ik, nou, ik zou nog wel wat meer spullen willen kopen. Dus ik geef weer 10 euro uit. Er gaat weer 10 euro af. Dan kom ik uit op 72. Nu komt mijn mama ook langs en die zei, meester Pim, ik lust ook nog wel wat lekkere dingetjes. Dus ik geef weer 10 euro uit. En ik hou 62 euro over. En toen kwam mijn beste vriend langs en die zei, nou meester Pim, ik hou ook wel heel erg van lekkere dingetjes. Dus je raadt het al. Er gaat weer 10 euro uit mijn portemonnee. En ik heb 52 euro over. Zo kun je steeds verder tellen. Er gaat weer 10 euro af. Ik hou 42 over. Ik haal weer 10 euro eraf. En ik hou 32 over. Halen we er weer 10 af. Hou ik 22 over. Haal ik er nog een keer 10 af. Houd ik 12 over. En nog een keer 10. En dan hou ik over 2 euro. En nu kan ik geen 10 euro meer uitgeven. Want dat heb ik niet meer. Kijk met mij mee. Nou, opdracht 3. Hier ga jij zelf sprongen van 10 terugmaken. 73 eraf 10 is 63. Halen we nog een keer 10 eraf. En nog een keer. En nog een keer. En je raadt het al. Nog een keer. Ik wil dus in jullie schriftje straks net de getallenlijnen zien waar sprongetjes van 10 teruggeteld worden. Probeer dit dan ook netjes met je liniaal en je potlood te doen. En dat doe je met A, B, C, D en E. Ben je klaar met opdracht 3? Kijk je even mee bij opdracht 1. Opdracht 1 lijkt een beetje op het verhaaltje wat ik vertelde met de getallenlijn. Ik ga naar de winkel met 20 euro. Welke dingen kan ik kopen en wat hou ik dan over? Als ik bijvoorbeeld heb A. Ik ga met 20 euro naar de winkel. 20 euro. Ik geef 3 euro uit voor sokken. Dus er gaat 3 euro uit mijn portemonnee. Dan houd ik over 17 euro. Dat doe je ook bij B, ook bij C, bij D, E en F. En daar maak je in je schriftje een nette rij van. Eerst maak je opdracht 3. Daarna maak je opdracht 1. Lieve groep 4, dit is wat je zo direct bij rekenen gaat maken.
Je mag je wiskbordje erbij gebruiken als je dat fijn vindt. Dat mag van mij altijd. Heb je nou een vraag? Bewaar die even voor in de rekenles van de meester of een van de juffen. Of bewaar hem voor in het vragenuurtje. Nou, hopelijk kunnen jullie nu lekker aan het werk. En we zien jullie snel in een van de lessen. Veel succes!